Faisal, beter bekend als King Faisal, is een YouTube, TikTok en TV-sensatie, presentator en de eerste openlijk queer rapper van Nederland. Zijn unieke standpunt maakt hem een zeer gewaardeerde persoonlijkheid in alle media en momenteel werkt hij aan een documentaire over het queer zijn in de hip-hop scene. Hier is King Faisal. Vrijheid is een onderwerp dat veel voor mij betekent. Het is iets waar ik 24 jaar lang voor heb gevochten. Van vrijheid tot in mijn geaardheid, tot vrijheid in mijn normen en waarden. Hier heb ik voor gestreden, ongeacht wat de buitenwereld of mijn familie hiervan vond. In deze strijd heb ik echter geleerd dat dit ook met een prijs komt. Deze prijs werd mij duidelijk toen ik afgelopen jaar werd aangevallen door een groep jongens die ik niet eens ken. Ik werd uitgescholden, aangevallen en vernederd. En wat mij nog het meest raakte, zijn de woorden die uit hun mond komen. Het was voor het eerst in mijn leven dat mijn vrijheid zo erg van mij werd ontnomen. Het is 2024 en we zijn blijkbaar nog steeds zo boos op een homo man die helemaal niemand lastigvalt op straat. Dezezelfde jongens die mij uitschelden voor kankerhomo liepen wel in de kleding rond die werd ontworpen door iemand uit onze community. Maar dan de neppe versie. Ik ben Faisal. Ik ben ondergespuugd, mentaal mishandeld, bedreigd en voor schut gezet. Maar dat houdt mij niet tegen om mijn leven te leven op de manier hoe ik dat wil, wanneer ik dat wil en met wie ik dat wil. Want het feit dat ik hier sta en ondanks de heftige dingen die ik heb meegemaakt toch mezelf kan zijn, is iets waar de generaties voor ons ook voor hebben gevochten. Dus ik pak met alle liefde het stokje van ze over om ooit op deze dag deze door te geven aan de generaties die na mij komen. Laat nooit iemand jouw vrijheid beperken door een eigen kleine en onzekere, en vooral vieze, wereldje. Ik ben wie ik ben en daar ben ik trots op. Ik wil iedereen bedanken die heeft gevochten voor de vrijheid die wij nu hebben. Maar ik wil vandaag ook stilstaan bij onze medemens, van elke kleur, geloof en geaardheid. Want vandaag en de afgelopen maanden sta ik stil bij alle onschuldige mensen die helaas niet in vrijheid leven en worden onderdrukt. De Palestijnen, de Twijfies, de Israëliërs, de Oeigoeren, de Oekraïners, de Congolezen, de Iraniërs, de Jemenieten, de Afghanen, de Syriërs en nog veel meer. Vandaag sta ik stil bij mijn eigen community, de hele LGBTQ+ community. Ik hoop dat iedereen vandaag stil kan staan bij zichzelf, want op deze wereld zijn we heel vaak bezig met wat andere mensen van ons denken. Maar de daden van één persoon spreekt niet voor de daden van een heel volk. Als ik zelf naar mijn eigen leven kijk, zijn de problemen die ik vaak heb om mensen om me heen en vaak niet om mezelf. Dus als iedereen meer op zichzelf zou letten, is de wereld al een stuk vrijer. De boodschap die ik jullie vandaag wil meegeven is, wat je ook wil bereiken, je kan het. Wie jij ook wil zijn, je kan het. Wil jij gezonder leven? Je kan het. Wil je rijden in een Porsche? Kan dat ook. Alles is mogelijk in dit land, zolang je er maar in gelooft. En dat wij die luxe hebben in Nederland, is omdat er in het verleden en tot op vandaag is gevochten voor onze vrijheid. Dank jullie wel.